Dan even wat anders, want ook wel eigenlijk het nieuws van deze week is naar Lelystad Airport. We schakelen even direct er naartoe. Ja, er gebeurt natuurlijk nog steeds niks, want het kabinet besloot gisteravond om pas in 2024 de knoop door te hakken over het gebruik van het vliegveld, terwijl ze hadden afgesproken dat dit jaar te doen. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige van de TU Delft en die schetste bij de ochtendspits de belangrijkste reden waarom Lelystad voorlopig niet open gaat. Er is nog geen natuurvergunning afgegeven, dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde tegenwoordig. En het ligt inderdaad tegen Natura 2000 gebied aan. En dat zul je toch gewoon eerst moeten oplossen voor je dan zo'n vergunning kan krijgen. En als je die vergunning niet hebt, dan gaat gewoon de luchthaven niet open voor het grote luchtverkeer. Ja, ondertussen is hij helemaal af, heeft het miljoenen gekost, werken er zelfs al mensen en moeten we weer 2 jaar wachten naar het panel. Joris, wat vind je ervan? Weer 2 jaar is de beslissing uitgesteld. Ik vind het zo dom. Ik erg me hier dood aan. Ze moeten gewoon nu een beslissing nemen om dat nooit open te gaan doen. Dus het gaat ook nooit gebeuren, want je ziet nu ook met die hele stikstofdiscussie, het stikstofprobleem eigenlijk. Ik snap niet, daar kun je eigenlijk nooit een vliegveld openen. Schiphol moet gaan krimpen. Dat moet je niet gaan verplaatsen. Er moet gewoon minder vluchten komen. En dat ga je niet naar Lelystad doen. Dus ik denk dat je beter nu die Schiphol knoop door gaat krimpen, is duidelijk. 10% eraf vanaf volgend jaar. Ja, maar dat ga je niet verplaatsen naar Lelystad. Ik denk dat je gewoon nu een knoop moet gaan doorhakken. Want eigenlijk weet iedereen het, dat die nooit open gaat. Alleen de VVD durft gewoon niet die knoop door te hakken. De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zitten ook in de coalitie, hè? Ja, maar ik denk als het aan D66 ligt, dat die heel graag dicht. Ik denk de ChristenUnie ook. Ja, maar ik denk dat vooral CDA en VVD dat dan niet. Ze schuiven het ook voor zichzelf uit. Ze denken, we hebben nu al stikstofprobleem. Ze zijn onderdeel van het kabinet. Ze staat een coalitieakkoord dat er volgens mij in dit voorjaar een knoop door zou worden gehakt. En dat is nu weer verlengd. Ze moeten gewoon dat nu doen. Want het is alleen maar uitstel van executie. Koen, hoe zit jij erin? Nu keuze maken of gewoon wachten? Ik zou ook gewoon nu een keuze maken. En? Nou ja, dicht en niet meer open doen. Het kost ons honderden miljoenen, joh. Ja, prima. Dan investeren we daar op een andere manier in. Dus dit is een sunk cost. Daar moet je afscheid van nemen. Als het op den duur niet profitable is, dan moet je er gewoon afscheid van nemen. Het is een simpele economie. En dan als we daarna ook nog moeten krimpen, laten we dan investeren in dingen die op termijn duurzaam zijn. Dus laten we dat vooral doen. En laten we alle belastingen die richting de luchtvaart gaan even goed bekijken en of dat daadwerkelijk ook echt zoveel oplevert. Maar Schiphol moet inleveren. Kan je uiteindelijk niet veel meer. Kijk, naar zo'n Lelystad, dat zit niet, in ieder geval niet heel strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Je moet wel bepaalde voorwaarden zijn nog niet goedgekeurd. En het zit wel degelijk strak tegen een Natura 2000 gebied aan. Daarnaast, de geluidsoverlast zijn nog niet goedgekeurd. Dus al met al, het had er nooit mogen komen. Maar omdat we natuurlijk veranderlijke regering hebben in Nederland, die het lastig vinden om langetermijn goede keuzes te maken, omdat ze nou eenmaal zetels hebben te winnen, krijg je dit soort beslissingen. En het uitstellen kost ook alleen maar geld. Je moet het ook moeten onderhouden worden. En want die terminal is volgens mij al af. Dat heeft dat heel veel geld gekost. Maar om dat goed te houden, dat kost ook weer heel veel geld. Dus je kan beter gewoon niet zeggen dat je het niet gaat doen. En dan kun je gaan kijken van wat kunnen we dan daar doen. Misschien kun je daar woningen gaan bouwen of zo. Die hebben we ook nog nodig hier in het land. Ja, maar ondertussen is het ook niet zo dat, zeker met de stikstofdiscussie op dit moment, de boeren zijn boos. We weten ook, de bedrijven en ook de luchtvaart en het verkeer moeten ook een bijdrage gaan leveren. Mm-hmm. Dat het ook gewoon een politieke doodzonde is om überhaupt hier nu over te gaan praten. Nou ja, ik denk dat het juist een politieke doodzonde is om het uit te stellen. Ik denk dat je juist nu erover moet gaan praten en juist nu moet zeggen dat gaan we niet doen. Ik denk dat dat juist een goed signaal afgeeft. En ook naar al die boeren toe die boos zijn dat er verder niks gebeurt. Kun je laten zien, nou, we doen op dit gebied ook iets. Toch, Koen, dan denk ik ook, stel ze krijgen die vergunning. Want je hebt inderdaad de Oostvaardersplassen, dat ligt eronder. Maar het ligt er ook weer niet. Er zit nog wel wat kilometers tussen. Dus dat daalt er niet direct op neer. Dus ze zouden misschien een vergunning kunnen krijgen. Stel ze krijgen die nu, zou die dan toch niet gewoon open kunnen en dan nog rustiger vanaf Schiphol vakantievluchten naar Lelystad? Nou, ik ben geen luchtvaartexpert, maar het feit dat de vergunning zo lang duurt geeft ook wel aan dat het heel lastig is en dat er misschien niet heel goed over na is gedacht. Daarnaast dachten dat er geen vergunning nodig was. Dat is het probleem eigenlijk. Dan kan je dus, daar kun je dus bijna op je vingers natellen dat er met de aanvliegroutes en met de uitstoot en met de effecten geen rekening is gehouden. Want als je niet denkt dat het nodig is, dan heb je er ook geen rekening mee te houden. Dus wat jullie betreft weggegooid geld. Jammer. Ja, absoluut. Ja, eens. Ja.
BNR breekt.